ten opzichte van vrouwen in de beweging. Ik heb de indruk dat er periodes geweest zijn dat dat vaak heel moeilijk lag. Hoe heb je Voor mij is dat nooit een probleem geweest, maar er zijn inderdaad periodes geweest dat dat moeilijk lag. En ik heb de indruk dat het vooral moeilijk lag op het moment dat de vrouwen zich tamelijk radicaal opstelden, laat ik zeggen. Dus men wou vrouwen... Hoor ik nu eigenlijk zeggen te radicaal? Nee, eigenlijk niet. Maar ik weet dat er veel mannen waren die het daar moeilijk mee hadden, dat de vrouwen zo hun plaats op eisten. Omdat dan hun eigen macht een beetje... Zolang het, ook in de periode van het GLC zelf, zolang dat een gewoon gemengde beweging was, maakte niemand problemen. Maar op het moment dat de vrouwen zich dan apart zijn gaan organiseren en aparte openingsuren voor hen hebben gaan opeisen, laten zeggen, voor de paar en zo, weet ik dat daar bij sommige mensen, sommige mannen, wel wat kritiek op was. Persoonlijk heb ik daar nooit geen probleem mee gehad. Ik vond dat ze recht hadden. Mm-hmm. Waarom, als wij het mochten, waarom zouden zij het dan niet mogen, laten zeggen. Maar het was niet evident voor iedereen.